Good afternoon, ladies and gentlemen. You're watching now live the step ladder final of the Dutch Bowling Tour 2013-2014. Three women left and three men are left. Bianca Wiekraat playing versus Nicole Sanders on lanes 15 and 16, best of three. Winner will play against Yolanda Visser. That will be the final, also a best of three, and the winner of the final will go to the Cubica AMF World Cup 2014. In the men's section, here we have Erik Kok, good old Erik Kok. He play versus Alex de Vries. And the winner of this match, this best of three match, will play versus Jeffrey van der Wakker. And also the winner of that final will go to the AMF World Cup 2014 in Poland. It will be the 50th anniversary. So it will be a great event, I think. Well, Alex starts with a strike and he throws six now. He left the 1-2-8-10 combination. This moment Erik Kok starts with a spare in this match. And the strike now, so spare strike for Erik Kok. Here Bianca Wiekraat. There's a Brooklyn strike, it's a double. So double strike for Bianca and Nicole Sanders is on spare now. Well, it's a step ladder, it's a best of three. Player will win the first two matches, or win two games, I have to say, is qualifying for the final. Eight count for Nicole. Strike Erik Kok. Now see Alex de Vries. Released the 1-2. Shoots an 8. Nicole spares. Alex. Seven spare, one goal. And Bianca Wiekraat, can she make the front three? No, it's an eight count. Okay, in the men's section, Erik Kok is on spare, double strike, spare. Alex de Vries is on strike, spare, spare, strike. So anything can happen in that match. They're now in frame 5, while the ladies are in frame 3 now. Thank you.
Goedemiddag dames en heren, u kijkt dus live naar de MBF Bowling Tour 2013-2014. We zijn bezig met de stepladder finale. De laatste drie overgebleven spelers en speelsters staan hier nog. Nu is in principe de halve finale, zeg maar. Ze spelen een best of three. Degene die als eerste twee games wint, gaat door naar de finale. En u ziet dus Bianca Vitra tegen Nicole Sanders. De winnares gaat spelen in de finale tegen Jolanda Visser. Zij finishte als eerste na de round robin. Bij de heren ziet u Alex de Vries tegen Erik Kok spelen. Ook daar een best of three. Degene die daar als eerste twee games wint, gaat spelen tegen Jeffrey van der Wakker. Hij plaatst zich als eerste na de round robin. Dus is zeker van de finale. En het belooft wat. Het wordt echt een spannende wedstrijd. Wie ook tegen wie gaat spelen. Nou, ik kan er wel wat over vertellen over Patroon. Ik heb natuurlijk zelf vanmorgen ook gespeeld in de round robin. Ik had zelf de grootste problemen op baan 17-18. Echt een heel lastig baan op haar om te bespelen. Maar wat ik daar gedaan heb, ik ben juist veel van de buitenkant wezen spelen, zeg maar, wat strakker. Ja, je moet een keus maken en dat liep heel goed. Vooral de drie games, zeg maar. Voor het einde, vanaf game 5, moet ik dat meer gaan doen, meer strakker gaan bowlen. Goed rollende bal, goed de hand achter de bal houden, maar op baan 17-18 was het eigenlijk heel lastig. Daar krijg ik echt over onderreactie van de bal. Wat niet helemaal werkte, daar ben ik gewoon een heel andere balchange gaan doen. Sterkere bal, wat mat. Meer naar binnen gegaan. En dat was echt een goede balwissel. En het was net te laat. Helaas speelde ik hem tegen Erik Kok. Nou, die staat hier dus nu wel. Toen stond ik nog vierde, hoorde ik. Ja, doordat ik die wedstrijd verloor en met een 160 eindigde. Met vier open frames door een strakke spel, zeg maar. Dat heeft mij denk ik een beetje de kop gekost uiteindelijk, maar goed. Maar die banenpaar gaan we straks de finale van de Hero spelen en dat wordt zeer interessant. En ik hoorde Alex ook al meteen zeggen, oh jee, 17-18 gaan we daar de finale op spelen. Die had er ook best moeite mee. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe de spelers daar op gaan reageren. Want ja, je zult er toch op moeten gaan spelen. En je zult toch een oplossing moeten vinden. En Erik Kok, eerlijk is eerlijk, hij kwam er echt heel goed op weg op baan 17-18. Dus nou, ik geef hem nog best een goede kans als hij door weet te komen in deze wedstrijd. En het staat nu 126-125, terwijl Erik een strijk heeft, Alex een open frame. Het staat dus nog steeds dicht bij elkaar. De dames staan nu, ja, lichte voorsprong voor Bianca. Zeg maar zo'n 30 pins voor. Op Nicole, dus die spam maakt, die maakt ze. Maar 17-18 wordt erg leuk. En ik moet zeggen, de rest is redelijk hetzelfde te bespelen. Dus. Maar 17-18 was best wel lastig vandaag. Heel lastig. Dat wat betreft het oliepatroon en de banen. We spelen dus op Abbey Road. Abbey Road uit de Kegel Challenge serie. Op zich niet een al te moeilijk patroon. Maar hier, ja, in Tilburg, je moet gewoon opletten. Je kan er echt hoog op gooien, eerlijk is eerlijk. Maar je kan ook echt in één keer tegen een zeper aanlopen in een game. Dat je het even net niet hebt. En ja, het ligt ook aan wie de voor je op de banen gespeeld hebben. Maar maakt het toch wel een verschil. En eigenlijk nu, ik zit dan naar links even te kijken naar de heren. Die zit nu in het kleine schermpje bovenin. Erik tegen Alex. En Erik heeft toch een licht voordeel met een dubbele strijk. En ja, ze lopen allebei niet echt dat je zegt van nou, dit gaat hem helemaal worden, dat wordt echt een high game. Ja, Erik kan natuurlijk nog een schitterende game gooien als hij hem uit weet te strijken. Dan kan hij nog 2,35 erbij gooien. Ja, die kan nog op 2,35 komen, terwijl Alex zijn maximale score is nog 2,06 als hij hem uit weet te strijken. En Erik gooit nou een 7, dus die kan ook de 2,35 niet halen. Dus nu is de beurt aan Alex daar om die strijk te gooien om toch de druk op Erik weer te krijgen. Hier Nicole,
9 spare. Zij staat nu in de zesde frame op 102 met een spare. En Bianca 127 met een spare. Dat is de situatie van dit moment. Niks beslist. Het is pas de eerste game. Alles kan er gebeuren. Spijtje voor Erik Kok. Strijk voor Alex de Vries. Alex moet hem eigenlijk gewoon uitstrijken om een kans te maken op 1-0 in deze wedstrijd. Blijf vooral kijken. We houden alles weer bij natuurlijk. Zijn er bijzonderheden, zijn er beslissingen. Kom ik direct bij jullie terug. Zowel vandaag in Nederlands commentaar een beetje als Engels commentaar natuurlijk. Dat we veel buitenlandse kijkers hebben die ook meekijken. Die zijn ook zeer benieuwd wie er hier voor Nederland uit gaat komen natuurlijk op het AMF World Cup. Well, ladies and gentlemen, good afternoon. You're watching now live the final of the Dutch Bowling Tour 2013-2014. This is stepladder match 1. You're watching Bianca Wiegraat, she play versus Nicole Sanders. And Nicole Sanders shoots 9 open, so 9 miss, 120 pins in frame 7 for her. Bianca is now on 145. Is she spare? She's on 146. And that could be a 36 pin advantage for her. She's spare. So possibly with a strike now in frame 8, she has a 36 pin lead. And there is a double strike in the 10th frame, Alex de Vries. Erik de Kok can strike out for 212 and Alex de Vries can strike out for 206. So if Erik Kok strikes now, it's 1-0 for Erik in this match. No, he don't throw the strike. So that means Alex de Vries needs 6 to win, I think. He needs 7 pins to win this game. There we go. Seems okay from here. And he shoots 9. So that means 1-0 in this match for Alex de Vries. So 1-0 Alex de Vries versus Erik Kok. He shoot 205 for Alex versus Erik 202. And spare for Bianca Wiegraat in frame 8. Strike for Nicole Sanders in frame 8. Bianca is on 164, Nicole 130. That's the situation in this ladies match. Seems a better shot. Oh, she leaves a 7 pin. That's not what you need at this moment. Well, it's hard work for Nicole. As you can see, she's pregnant. So, respect that she's here. Spare for Nicole is on 150 with the spare now. She can make 190. So if Bianca shoots a strike, she is in the lead. Ninth frame, Bianca Wiegraat. Is it a strike? It's a 10 pin. So she needs a spare. Spare and 8. For 1-0 leading in this match.
there's the spare. Now she only needs 8 pins. There's a 9. That means Bianca is leading at this moment with 1-0. And we're now going to the second game, maybe the final game. While the man starts with the second game, Erik Kok is on a double and Alex de Vries on spare strike. So game 2. Gonna take a little bit some food for myself and I'll be back in a few minutes. Stay tuned. Thank you for watching so far and please keep share our live stream link. And let everybody know that there is a final in Holland here and you all can watch who's gonna win and who gets the ticket to the Tubica AMF World Cup 2014 in Poland in October this year. So take a break for myself now, speak to you in a few minutes.
Oké, dames en heren. Kijk eens aan de MBF Bowling Tour. Finale. Live best of 3. En het stond 1-0 bij de heren voor Alex. Maar het wordt 1-1 waarschijnlijk. Ja, het wordt 1-1. Erik Kok 1-1 tegen Alex de Vries. We krijgen dus een laatste game. Dat wordt wat. En Bianca staat nu achter tegen Nicole. Dus ook daar is mogelijk nog een gelijkspel nu. Dat is de situatie van dit moment. In ieder geval Erik Kok, Alex de Vries is 1-1 nu. De laatste game gaat de beslissing brengen. Zo direct. So, good afternoon, ladies and gentlemen. You're watching live the stepladder final of the Dutch Bowling Tour 2013-2014. And we got a match, the men's section, Alex de Vries versus Erik Kok. Now it's 1-1. So, both players win one game. Get the final match here. Alex starts with a strike there on lane 20. So final match between Alex de Vries and good old Erik Kok. The winner will be seeded to the final and he will play versus Jeffrey van der Bakker. There's an open frame for Nicole Sanders. So the situation right now in the ladies match, it's in frame 8. Bianca Wiekraat 125 with a spare. And Nicole is on 144 with an open frame. Maximum score Nicole will be 204. And Bianca Wiekraat can shoot 195. If she strikes out. Oi! She leaves the 4-7. So an 8 count. Now Nicole Sanders. Strike. Spare Bianca. She must strike. Oh, will it be alright? That's a nice shot. It is a strike. So if Nicole Sanders strikes now, she needs a strike and 9 spare. She needs strike spare to win. That's nine. So the maximum score for Nicole, I think, will be 184. And Bianca can shoot 193. So what is this? Oh, it's, yeah, it's in. It is a strike. It was a late 9. So Bianca needs only a strike to win. So I think I have to see now. Spare for Nicole. 174, 173. So Bianca needs a strike. And then Nicole needs a strike. That's the situation in this match now. But first, on lane 16, Bianca. That seems a good ball.
And it is a good ball. It's a perfect shot from Bianca. She finished this game 183. So if Nicole shoots a strike, she win. If Nicole shoots 9, we get a tie. Will it be strike? That means one pin winning victory here in this game for Nicole. And it's 1-1 also in the ladies section. And also here we get a final match. Back to the men. Let's find out the situation. It's Alex de Vries on double strike, spare strike. And Erik Kok is on front 5. Wow. And Alex shoots a strike now. So Alex is on a 277 pace. And Kok is on perfect. He is on perfect. In this final game. Well, sorry for the camera position for the men's section, but it's only in this match. The next match you can watch perfectly from your position. From our position, then we get all three cameras at the right position for this big final, while Erik Kok shoots a 9 now. And if Alex strikes, it's only a 2-pin difference. If he strikes, lane 19. And he strikes. And listen to that. He shout out. Plus, you want to win for sure. Was playing right in this morning. He shoot a 300. Perfect game. The second game. Now he's in his first final stepladder match versus Erik Kok. There we go. No. He leaves the 9-10 combination. Erik Kok, can he stay in this 279 pace? Then he need to strike now. Oh, he leaves a 7-pin. So this is not done in this match. It's not done. Will be interesting till the 10th frame. Yeah. Alex make the 9. The 9-10 combination, he's spare. It's a mini split, but a very important spare for him. Erik Kok spare also, and then we go back to the ladies section here. We see Bianca shoots an 8. Nicole starts with 9 open, 9 spare. So open frame spare, and Bianca starts with spare open frame, and this 8 count. Final game. Strike for Nicole. Spare for Bianca. Bianca is on 37 and Nicole is on 39. The advantage is for Nicole because she had a strike in frame 3. Bianca spare.
7 for Nicole. Bianca got a strike. Erik Kok is striking. Let's see if he make a double. No, it's a 6 count. And this is the moment for Alex de Vries to come back in this match. Make a comeback with a strike. Will he strike? Then there is the comeback. Oh, he leaves a 7 pin. So the situation now in this final game. It's Alex de Vries, if he spares, on 193. If Erik Kok spares, he's on 204, I think. 208. 208. It's a spare. It's an important spare on 208 for Erik Kok at this moment. And Alex de Vries spares for the 193 with a spare. So if Erik Kok shoots a strike now, it's over. It's over. So let's see. Important shot now on lane 20. Erik Kok. Strike means the victory. And that means Erik Kok is in the final. Good old Erik Kok. There we go. What's he doing? And it's a 10 pin. So it's still a chance there for Alex de Vries. There is still a chance. But he must strike. He must strike this one. There we go. And oh no, he leaves the... What does he leave? Also a 9, no. Well... Yeah, it's over. Yeah, Erik Kok. Erik Kok is in the final. Erik Kok wins. Good old Erik Kok. The oldest here in this Dutch Bowling 2 final wins versus Alex de Vries 2-1. That means we get a final. Erik Kok versus Jeffrey van der Wakker. And I think because they have to play on 17-18, Erik Kok has a big chance there. That will mean that Erik Kok will go to the AMF World Cup. Well, he did it well. Now going back to the ladies section. Let's see what happened here. The situation now here in this ladies match is... Bianca is on 3 in a row. Oh, almost 4 in a row, but she leaves the 9 pin. She has 3 in a row and this 9 pin. She is in the lead in this final game with a spare. She stands on 136, frame 7. Will Sanders. No, she throws a 6. So a 25 pin lead at this moment for Bianca. She spare. 3 frames to go. To go. Well, that was a very nice shot from Bianca. Very nice.
also nice shot, Nicole. Both shoot a strike. And both got a strike in frame 8. And at this moment, in this final game, it's 156 for Bianca versus 135. Nicole. It's a 21 pin lead for Bianca. Frame 9. Two frames to go. No. Seven pin. So a chance for a comeback for Nicole. That seems okay. And also seven pin. So it's still 21 pin lead for Bianca if both ladies pair here. Bianca spares, so she will stay in the lead. And she needs a double strike to be sure. Nicole also a spare. Nice pair, both ladies. Well now, final frame and possibly the final shot. Bianca. That seems a good shot. Oh, it's too high and she's lucky that it isn't a split. She leaves the 4-7 combination. And now Nicole needs to strike to put the pressure on Bianca. She needs a strike now. That seems good. Ball come in. Now it's light and it's an 8 count. And if Bianca Wiekeraad spare now. No, she is winning. She wins. So Bianca Wiekeraad is in the final, and now it's for sure with this pair. Bianca Wiekeraad in the final versus Jolanda Visser. And she got a lot of pressure. That's what you see from my position here. So it is, we get a new winner in the ladies section this year, and who will be seeded to the AMF World Cup? Will it be Bianca Wiekeraad or Jolanda Visser? And in the men's section we get a final, Erik Kok versus Jeffrey van der Wakker. Best of three. We're back in a moment, and thank you for watching to this first match.